Dit zijn Tirza Liefding en Alexandra Mats. Ze zijn lid van de Internationale Broederschap van Evangelische Studenten. En ze maken zich zorgen over de huisvesting van buitenlandse studenten als die aan het eind van deze maand en begin september naar Groningen komen. In voorgaande jaren moesten er tentenkampen gebouwd worden, hotelboten worden afgemeerd en leegstaande kantoorpanden worden gebruikt als tijdelijke woonruimte. Ze hopen dat dit jaar niet weer gebeurt en vroegen alvast aan vrienden en bekenden om tijdelijk buitenlandse studenten op te vangen en die boodschap ook te verspreiden. We hebben binnen ons netwerk een oproep gedaan om een bericht te verspreiden dat we op zoek zijn naar gezinnen die bereid zouden zijn om een internationale student voor een tijdelijk of wat langer op te vangen, om dat bericht in Groningen uit te zetten. Denk je eigenlijk dat er veel plek is voor die mensen? Meer plek dan dat nu duidelijk wordt? Ja, ik denk het wel, maar het is voor internationale studenten van op afstand ontzettend lastig om grip op te krijgen van of iets bijvoorbeeld betrouwbaar is. Voor Nederlandse studenten zijn een beetje huiverig om een internationale student zo toe te laten. Dus al hebben ze een maand of twee maanden dat ze gewoon even kunnen settelen bij een gezin thuis om dan rustig op zoek te gaan, dat zou al ontzettend helpen. Dat is nodig. Wij zien op Facebook en ook via de mail steeds meer berichten binnenkomen van internationale studenten die echt de wanhoop nabij zijn van gaat het lukken met een kamer. We zien in de afgelopen jaren inderdaad vaak wel dat het uiteindelijk langzaam goed komt. Je zit ook een beetje in een overbruggingsperiode. Sommige studenten zeg maar, zijn nog niet weg, anderen komen al. Maar ja, je wil niet dat een student aankomt en de eerste maand ergens in een opvanglocatie op een stapelbedje met 50 man zit. Je wil dat ze warm en gastvrij welkom worden geheten. En dat ze die stress ook niet hebben, dat ze hier komen en eigenlijk nog niet weten waar ze naartoe moeten. Ik denk ook dat waar wij mee bezig zijn geen structurele oplossing is natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat er allemaal factoren zijn die het lastig maken voor ze om in te schatten hoeveel studenten er komen. Maar ja, toen ik in het buitenland studeerde, regelde de universiteit voor mij daar ook een verblijfsplek. Dus ja. Het is een beetje gek dat de universiteit dat hier niet doet eigenlijk. Ik vind het lastig om daar iets over te zeggen, maar ik zie wel dat het heel moeilijk is voor internationale studenten om grip te krijgen op de kamermarkt in Groningen en dat ze wel behoefte hebben aan meer begeleiding. Mij blijft het verbazen. Ik heb zelf in het buitenland gestudeerd en daar werd gewoon een kamer door de universiteit voor mij geregeld. Hier is het een beetje zo, je komt, je wordt toegelaten, je krijgt wat tips, maar verder moet je het wel zelf vaak uitvinden. En nou ja, ik denk als we zoveel mensen toelaten, moeten we ergens ook wel de garantie kunnen bieden dat ze goed terechtkomen. We herinneren ons denk ik allemaal die tentenkampen van 2 jaar geleden. Ik ben heel blij dat de wethouder heeft gezegd dat dat in elk geval niet meer aan de orde is. Maar anderzijds is er ook net een mail uitgegaan, volgens mij naar internationale studenten, met de oproep kom niet naar Groningen als je geen kamer hebt. Dus dat de situatie helemaal onder controle is, lijkt me een beetje een rooskleurig beeld. Thank you.